Ik heb me zo geërgerd aan die Chantal Jansen, die nou in de story, notabene, een verhaal heeft dat ze die Thijs Reumer nooit meer wil zien. En Chantal Jansen en haar man die waren heel erg bevriend met Thijs Reumer en dat meisje. Ja. En dan gingen ze samen eten en zo. En dan denk ik, als je nou zo dik bevriend was, hè? Kijk, mensen die in de problemen zitten, die hebben hun vrienden nodig. Maar nu die Thijs Reumer op de grond ligt, moest ze hem niet weken na dato nog een schop nageven door van ik wil hem nooit meer zien. Als ze een echte vriend was van Thijs Reumer, dan zou ze nu naar hem toe gaan en dan zou ze hem steunen. Want die jongen maar heeft, ik vond dat ze meer bevriend was ook met die vrouw, toch? Jawel, maar nou neemt ze weer kwalijk hoe Thijs dat tegen die vrouw gedaan heeft. Natuurlijk is die jongen dom geweest. Thijs Reumer is nu de zieligste, ongelukkigste man van Nederland en die ligt op de grond. En dan komt mevrouw Jansen die voor de bühne hem nog even een schop nageeft. Ik vind het echt schandalig. Ja, maar heeft het zelf ook al een beetje aan gemaakt? Jawel, maar heeft ze straf wel gehad, hè? Heel Nederland kost hem uit. En dan heb je alleen je vrienden nog, waar je altijd zo gezellig mee ging eten. En die schoppen je dan nog een keer na. Ja. Nou, dat vind ik karakterloos. Maar Helen, hoe vind jij dat? Want zij kiest dus heel duidelijk voor de vrouw. Nou, ik zit even na te denken. Als het om mijn beste vriendin zou gaan, dat is mijn beste vriendin niet en niet haar man, dan zou ik zeker voor mijn beste vriendin kiezen. Hmm. Alleen, ik vind wel, waarom zou je überhaupt dit zeggen? Waarom zou je het doen? Ja. Doe het niet. Nee. Hou het gewoon je bij kan je. Het laat ook. Ja. Ja.